Er loopt een man in het Haagse bos en ineens moet hij poepen. En hij duikt de struiken in. En hij gaat lekker op zijn hurken zitten. En hij doet zijn behoefte. Komt er ineens een agent aan. Hij doet zijn hoed af en dat doet hij over dat geval. Die agent die komt naar hem toe. Hij zegt, meneer, wat bent u hier aan het doen? Hij zegt, nou agent. Hij zegt, ik heb hier een hele bijzondere vogel gevangen. En die zit onder die hoed. En dat is een kakadoris. En nou is mijn vriend even in Den Haag een kooitje gaan halen. Maar ja, die twee die staan een minuut of 20. Toen zegt die man tegen die agent. Hij zegt, agent, als u nou eventjes op die hoed past, dan ga ik even een kooitje halen, want er is schijnbaar wat gebeurd. En fijn, zo gezegd, zo gedaan. Die agent, die houdt die hand op die hoed en die staat er en die gozer pleiten. En fijn, die staat daar, komt er een andere agent voorbij. Hij zegt, wat ben jij hier aan het doen? Hij zegt, ja, hieronder zit een hele bijzondere vogel. Dat is een kakadoris en dan is die man even een kooitje gaan halen. En fijn, die staan een minuut of 20 te mozelen. Toen zegt die ene agent tegen die andere agent. Hij zegt, ik wacht niet langer. Hij zegt, laten we hem samen vangen. Ja, zegt die agent. Hij zegt, maar laten we het heel voorzichtig doen. Hij zegt, ik til die hoed op en jij pakt hem. En fijn, die agent die tilt die hoed op. En die andere agent maakt dat. Hij zegt, heb je hem? Hij zegt, ja, de kak heb ik. Maar Doris is gevlogen.